rug kijken. Nee, je moet echt in mijn shirt, man. Zo. Ben je meer naar rechts? Die geur is zo heftig. Kijk wat ik heb gedaan. Maar ik wou het ook even met jullie hebben over mijn traject. Want daar waren jullie ook heel erg nieuwsgierig naar. Rompertje. Met een zo'n schattig mutsje erbij. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik mijn gesprek bij de gynaecoloog. Ik had in mijn vorige video al uitgelegd dat ik eind 2019 een psychose heb gehad. Als je zoiets hebt gehad, ben je er vatbaar voor na je zwangerschap een terugval voor te krijgen. Dus heb ik ervoor gekozen om die begeleiding te nemen. En vandaag heb ik mijn eerste gesprek bij de gynaecoloog. Voor die begeleiding. En daar ga ik straks over een half uurtje ongeveer naartoe. En daarna ga ik samen met Davinio naar een pakkenwinkel. Want wij gaan woensdag naar de première van de film waar ik in zit, de Tata's. Hij is echt super leuk geworden. We hebben hem al gezien met de cast en de crew. Maar dan ga ik samen met Nebiel, mijn moeder, mijn zusje en mijn stiefvader er naartoe. En die gaan we wel voor het eerst zien. Dus dat is super leuk. En ik wil jullie laten zien dat ons kleedje binnen is. We hebben eindelijk een kleed. Ja, dit kleed is echt zo prachtig. En Peanut heeft er echt de Peanut Playground van gemaakt. Ze verzamelt ook elke keer haar speelgoed op die mat. Maar wat we dus nog willen doen zijn de sierkussens. Een beetje met gouden zwarte accenten. En een zwart tafeltje hier. En dan zijn we voor nu klaar met de woonkamer. En deze eettafel die vinden we ook niet meer mooi. Dus ja, misschien gaan we die zwart spuiten of een nieuwe eettafel zetten. En we willen ook een nieuwe lamp. Deze lamp is wel mooi, alleen die bedrading is dus verkeerd. Het ziet er echt ghetto uit. Nou, ik heb nog een kwartiertje. De allereerste vlog die jullie dus al hebben gezien, die al online staat, heb ik net geëdit. En ik kan niet wachten om het vrijdag, ja, bekend te maken. En ik ga het ook op de radio primeuren. Maar op het moment dat ik zeg maar het live ga zeggen op de radio, dan staat het al op YouTube. Dus spannend. Spannend, spannend, spannend. Ik ben nu meer opgelucht nu we zeg maar al onze familieleden het al hebben verteld. Dus nu alleen nog social media. En als jullie tips hebben voor een upcoming mommy, let me know in de comments. Want ik heb nog steeds helemaal niks gehaald. Echt gewoon helemaal niks. Nou, ik ben net terug van het gesprek. Het regent, dus mijn haar is nat geworden. Oh my god. Ik mocht het helaas niet opnemen. Terwijl ik zei van, ik film jullie niet, maar oké. Ja, dit was eigenlijk een soort van voorgesprek. Ze vroegen over ja, hoe mijn psychose tot stand was gekomen. Wat de aanleiding ervan was. Ja, waardoor ik dus herkende dat ik een psychose kreeg. Nou, dat is voor mij best wel moeilijk te beschrijven. Want ik heb zelf niet echt veel meegemaakt van mijn psychose. En het erover hebben dat, ja, merk je toch wel dat ik het toch nog wel echt moeilijk vind om nog steeds over te praten. Terwijl het nu alweer bijna 3 jaar geleden is. Maar ja, ik had dus een vervolggesprek. Omdat ja, Davinio die kan er toch wel wat meer over vertellen. Omdat hij eigenlijk alles heeft meegemaakt en ja, het beter kan navertellen. Dus we krijgen een vervolggesprek samen met Daf. En vanuit daar ja, het is nu, er is nu sowieso al een verslag gemaakt en naar mijn verloskundige en naar de huisarts gestuurd. Maar ik krijg wel gewoon de begeleiding die ik nodig heb. Dus daar ben ik blij mee. Hallo jongens, vandaag is het een grote dag. Want vandaag is de première van de Tata's. Alleen heb ik wel een paar problemen. Zoals jullie zien, zie ik eruit als een zwerver op dit moment. Want ik ga even nu met Davinio gymmen. Maar mijn make-up artist heeft de last moment afgezegd. Dus ik moet mijn make-up zelf doen. Ik zou ook mijn haren doen. Die heeft gelukkig wel. Die had ook niet gereageerd. Maar de last moment heeft ze wel gezegd van, oké, je kan komen. Het loopt misschien een beetje uit. Maar dat maakt niet uit. En ja, ik had dus jurk gehuurd. Alleen, ik had die in 2 maten. En ze weet nou niet of ze die grote of die goede heeft gegeven. Dus misschien heb ik nu wel een oversized jurk. En ik moest hem passen. Want dan kon ik hem gisteren nog terugbrengen. Maar dat was ik dus helemaal vergeten te doen. Dus ja, fingers crossed dat mijn jurk past.
Nou, we zijn helemaal klaar voor de première. En we zijn voor het eerst matching. Ja. Wauw de lawaai. Ik kan alleen niet bewegen. Ja, ik ook niet. Het zit helemaal strak. Maar volgens mij doen mensen ook in de auto dit wat ik nu aan heb uit. Zodat ze gewoon flexibel kunnen bewegen en rijden. En mensen kunnen zijn, ja. We gaan nu Nebu ophalen, want die gaat mee naar de première. Gezellig. Van zl.nl. En ik ga even ondertussen mijn hak aandoen. Je moet alleen straks wel even mijn stropdas goed zetten, want die moet erin. Ja, dat gaan we even regelen, ja. Zet daar voor. Nou jongens, hebben mijn boebekaki in Nebu opgehaald. Hij komt ook gezellig mee naar de première. Davino zegt, ik ben in de pizzeria, waar ben je? Ik ga zeggen, ik zit in een auto. Ja, Daf is dus naar binnen gelopen omdat hij moest plassen, maar echt niemand is daar, want Nebu die was al hier buiten. Maar wat wil ik zeggen, ja, ik moet daar over een half uur zijn, maar de normale mensen die hebben dan nog een half uur langer, zeg maar. Maar jullie kunnen ook gewoon meegaan. Wist je trouwens dat jij de eerste persoon bent die ik het heb verteld? Dat was ook in mijn... Oh, als dit online komt, dan weet je het al. Ja. Ja. Vrijdag gaan we het online zetten. Ik dacht eerlijk gezegd dat je me aan het prikken was, man. Ja, want je reactie was ook echt van... Nee, ja. Nee, ja, nee. Ik vond het een beetje raar. Ja, maar omdat iedereen ook altijd gewend is dat ik grappen maak. Een glittermannetje. Ja. Hij gaat bij de toppers. Nou, we zijn nu bij Hallo, de... mag ik ook op de vlog? Ik ben hier met vlogging. Trisha en Beauty. Oh my god. Oh my god. Pas op je man, want wij gaan hem afpakken. We gaan nu naar de rode loper. Echt kapot lid. Nee, we gaan nog niet. We moeten eerst naar de publiekzaal. Oh, wat gaan we daar nou weer doen? Gewoon even gedacht zeggen toch? Tegen wie? Tegen die mensen? Nee, ja. Zeg maar, mensen hebben een ticket gekocht. Ja. En die voor de film. En dus dan konden ze ook de kast even ontmoeten. Dus, die krijgen we toch niet voor betaald? Nee. Grapje. Oh, sorry. Loopt zomaar tegen mij. Ja. Maar jongens, kijk al deze supersterren hier, joh. Ja, dat is hier is een beetje. Doe ik het nog goed? Ja, ja, zie je. Nou, straks nog veel meer van dat. Nou jongens, we zijn met de echte superster van vanavond. Nee, dat ben jij. Ik nee, doe het alsof ik de hoofdrol speel. Nou, maar eigenlijk ben ik boos op jou, want waarom? Jij zou een stylist regelen. En kijk hoe Chachi hier eruit ziet, hè. Ik zeg je straight af. Ik zou een stylist regelen, maar die stylist was zo En toen zei je opeens tegen mij van, ja, je moet veel betalen voor deze. Ja, en toen, broer, wat bedoel je? Betalen? Wij betalen. Nee, wij houden het gratis. Precies, dus toen hebben we gewoon gezegd. Fernando is ook zo iemand. We zijn het toch? Van dan nog een rit te pakken. Nee. We zijn hier zo, man. Ik ben super trots op jou, Vonneke. Dank je. Super trots op Oussama. Ja, man, bro. We gaan wel deze mensen werken hard, mensen beseffen niet. It's hard work, man. Jullie zien de glitter en de glamour. Maar ik ben ook boos op jou. Hoezo ben je boos? Sinds je met mij die dingen zou doen, opnemen. Real talk. Luister, we gaan nu een afspraak maken. Vonneke komt in real talk. Als zij mij een datum en een dag geeft, is goed. Gaan we hem volgende week opnemen. Ik ben een week vrij, okay. Dus in die week kunnen we opnemen. Ja, maar dat zei je ook bij Fanny. Nee, maar we gaan het doen, dus ligt nu vast. Kant opgestuurd. Ja. Van het kastje naar de muur. Ja, wachten tot we op de rode loper kunnen. Het is eigenlijk een gele loper. Ja, het is eigenlijk een gele loper van Pathé, denk ik. Oh ja, shit, hadden we maar een gele jurk aan. Ja. Zeggen jullie eerlijk jongens, deze chick is tantuspaar. Pauw, pauw. En deze is zo wild. Nou, de film gaat zo beginnen. Denk je dat het een leuke film wordt? Ja. Tata's. Jij bent ook een tata hoor. Hey, dat hoor je niet te zeggen. Ik ben Surinamer. Nee. Pauw, wakka. Echt zo dom, hè? En hij blijft gewoon maar praten. Dat is normaal. Jij bent toch die ene YouTuber? Ik ben fashion vlogger, ja. Ik zei het je, zij is die meid met die dure spullen. Wat doe je hier dan? Moet je niet echt gaan hockeyen? Ik woon hier. Tijdelijk. Hey jongens, het is alweer de dag na de première. Ik was echt kapot moe. We waren tot 2 uur gebleven. En ja, toen ik niet zwanger was, kon ik echt doorhalen. Maar nu, ik ben echt om 10 uur al moe. Het is vandaag vrijdag de 23 december. En vandaag ben ik 12 weken en 4-5 dagen. En ik ga het vandaag naar buiten brengen. En ik ben echt heel zenuwachtig. Ik ga het live op de radio zeggen. En terwijl ik dat doe,
ga ik ook gelijk de Instagram post online zetten en de allereerste vlog. En ik ben best wel zenuwachtig. Vanochtend werd ik wakker en heb ik echt heel lang lopen kotsen, maar ik had heel weinig gegeten. Dus het was van die waterkots. En dat doet echt meer pijn, man. En ik ben er dus ook achter gekomen. Kijk, ik kon opeens heel moeilijk tanden poetsen. Echt zonder te kotsen gewoon. Als ik mijn tanden poets en mijn tong poets, dan moet ik gewoon spontaan kotsen. Elke keer weer. Maar ik ben dus achterkomen dat het normaal is als je zwanger bent. Dus ik dacht al van, wat is dit met mij, joh? Ik kan niet eens mijn tong poetsen. Maar ja, dat is dus echt pokken weer. Ik weet niet of je het ziet, maar het regent echt knijterhard. Dan zou ik een beetje teleurgesteld zijn. Nou, zal ik hem maar gewoon vertellen. De mic is yours. Ja, ja, iedereen weet het al, omdat door alle haast had ik het al op internet gezet. Omdat je zei van, nee, je moet, we gaan nu. Oh. Maar ik ben zwanger. Nee, dat ben je niet. Nee! Panneke! Yes! Ik ga je knuffelen. Pull out game is weak. Nee. Nou, dankjewel. Oh, ik ben zo blij voor je, Von. Ja, thanks. Ja, daarom ben ik afgelopen tijd ziek, moe. Elke keer dat ik wegga. Ja. Ja, ook Anthony, de stagiair, de collega, die knuffelt eventjes. Gefeliciteerd, Von. Ja, dankjewel. Ik heb ook een leuke video op Insta gezet. En een vlog, dus ga die checken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ik had het niet verwacht. Nee, hè? Ik had het niet verwacht. Ik weet natuurlijk dat het een hele... Maar ik begrijp iedereen al wel. Nee, in de FunX zijn people vol met... Oh, ze is zwanger. Oh, ze gaat zeker. Ja, maar dat zeggen mensen echt bij elke poep en scheet. Precies. Ik dacht echt van... Ik hoop maar niet dat die mensen heel teleurgesteld gaan zijn. Want ja, ik wist nog een paar maanden geleden was ik in de gym en ik voelde me helemaal lekker. En toen zei iemand... Oh mijn god, je bent zwanger. Maar ik was het nog helemaal niet. Dus nee. Toen dacht ik van... Kalo, bitch. Wat kan je allemaal vertellen? Ja, Davio die had dus sperma en die is op hier gegaan. Ja, zo is er een baby in mijn buik. Ik dacht dat dat met een ooievaar ging, maar dat... Nee, ik ben bang voor vogels. Oh ja, dat is waar. Oké, maar ik ben helemaal van slag. Ja, mijn familie weet het ook pas sinds vorige week. Mm-hmm. Want ik dacht van gewoon to be safe, zeg maar. Want 12 weken is wel een... dan is het zeg maar veilig om te vertellen. Ja, toch? Precies. Oké. Dus het is nu 13 weken dan? Of, ja, 12 en een halve week. 12 en een halve week. Ja. Wanneer is het? Heb je dan nu al een datum dat je uitgerekend bent? Ja, juli. Dus het wordt een zomerbaby. 28 juli toevallig? Mijn verjaardag? Nee, wat toch wel vreselijk. Oh. Nee, ik heb ook gekeken welk sterrenbeeld. Ja, ik kan het zeggen. Nou, Leeuw dus waarschijnlijk. Nee, Kreeft. Oh, ietsje eerder dan. Begin juli. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Wauw, wat goed, Volleke. Ja. En ja, ja, veel mensen in de FunX hebben het al goed. Ja. Maar op dat soort momenten moeten jullie gewoon even jullie mond houden. Nee. Hey jongens, het is alweer een nieuwe dag. Peanut is naar de kapper gegaan. Kijk hoe fresh mijn babytje is. Ze lijkt gelijk weer een stukje kleiner. Want door al dat haar leek ze echt dik en groot. Maar ze is gewoon nog steeds klein. Ik hoop ook echt dat ze zo klein blijft. Davino die heeft mij eigenlijk gedwongen om mee te gaan naar een private shopping. Ik wil eigenlijk het liefst heel de dag op de bank liggen en niks doen en mezelf volvreten. Maar hij heeft me toch zo ver gekregen om mee te gaan. Toch, Peanut? Dan gaan we samen. Dus dat is nu wat we gaan doen. We gaan naar Amsterdam. Ik moet ook even snel pakketjes brengen. En dan gaan we er vandoor. Toch, Peanut? Dan gaan we er vandoor. Je bent zo schattig. Kijk nou hoe lief. Kijk, ik heb gewoon kramp in mijn teeth. Nou, Daf, jij hebt me eigenlijk gedwongen om mee te gaan naar private shopping. Maar wat is het eigenlijk? Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar een private shopping in Amsterdam-Noord. Ik heb jeuk op mijn rug, kijk erop. Nee, je moet echt in mijn shirt, man. Zo. Meer minnares. Ja. 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 Private shopping. Meer weet ik niet. Ik weet maar welke merk hebben ze daar? Nou, lekker voorbereid, zeg. Ja, ik weet het, maar het staat op mijn telefoon. Nou, we gaan jullie meenemen en dan kunnen jullie straks zien welke merken er zijn.
Even om terug te komen op de naam van de kleding die bedoeld, heet de Armani. Armini? Armani. Ja, Giorgio Armani is het gewoon. Nou, we zijn er weer. Nou, dit zijn de kleren die we van de private shopping hebben gehaald. Ik heb eigenlijk alleen iets voor mijn moeder en Angelique uitgekozen. En ik heb voor jou een jas uitgekozen. Ja, lief. Deze. Een hele mooie jas. Ja, die vind ik mooi. Bomberjack. Het zit ook echt lekker warm. No success without struggle. Goeie toch? Ja, goeie. Je hebt ook eentje toch? Ja. Nou, ik ben blij dat we weer thuis zijn. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Ik lig op de bank en ik ga eindelijk mijn watermeloenblokjes eten. Daar had ik echt heel veel zin in. Dat van jou heeft gehaald. Ja, die Davinio van mij heeft gehaald. Echt zo lief van jou. Echt, hè? Wat zei ik? Hoorde je niet goed? Wat zei ik? Lief? Ah, lief? Ah, lief, ja. Precies, lief, ja. Heel lief. Nou, maar dan moet je weer verpesten door net even irritant weer tegen mij te maken. Omdat jij mij de schuld gaf van iets wat gewoon hier op tafel lag. Daarom heb ik voor mezelf een Caesar salad. Het is ook echt geen zin om zelf salade te maken. Dus daarom gewoon even een kant-en-klaar voor vandaag. Maar eerst ga ik maar twee chocolollies eten. Die geur is zo heftig. Kijk wat ik heb gedaan. Ik heb hier een kledingstuk gezet zodat de geur... Ik heb hier een kledingstuk gezet zodat de geur niet om de deur vandaan komt. En doe ik deze deur ook dicht. En dan ga ik mijn salade lekker in de slaapkamer opeten. Because anders word ik echt misselijk as fuck. Nou, ik heb gewoon een Caesar salad van de Appie gehaald. Gewoon simpel. Een SS. Een simpele salade. Nou jongens, ik heb officieel mijn allereerste baby order gedaan. Ik heb namelijk deze flessen set van Philip gehaald. En ik had ook een baby care set opgeslagen. Zo'n baby badje. Die ga ik denk ik nu ook halen. Dit is hem. Kijk, dit zit er allemaal bij. Dus die ga ik denk ik ook maar even bestellen. Hey jongens, ik heb vandaag zo vreselijk slecht geslapen. Ik had in de middag had ik geslapen van 6 tot 9 uur. Daarna om 2 uur 's nachts in slaap gevallen, ben ik om 4 uur 's nachts weer wakker geworden. Tussendoor echt 7 of 8 keer geplast. En ja, nu is het rond 12 uur en ik heb zo'n vreselijke rugpijn. Het is niet normaal. Ik lig nu met mijn rug op het kussen. En ik had een Davinio gevraagd of hij mij een rugmassage wil geven. En hij zei gewoon nee. Dus nu ben ik boos en gefrustreerd. Schat, mag ik alsjeblieft mijn rugmassage? Alsjeblieft, ik heb echt rugpijn. En je zei net 10 minuten en het is nu 3 uur later. Je hebt rugpijn, maar ik kan wel lekker filmen. Ja, ik film toch niet met mijn rug? Nee, maar wat? Ja? Is goed. Ja, nee, laat maar. Omdat je dat zei. Omdat je ja, die met die vraagteken. Ik kan het niet meer doen. Alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. Ik zou wel eten voor je. Ik wil geen eten. Ik wil een rugmassage. Ik heb sinds eergisteren echt heftige pijn in mijn onderrug. En ja, jullie weten dat ik hier wel me geen rugmassage geven. Maar ik was gisteren bij mijn moeder en ik zei, ik heb echt zoveel rugpijn. En toen heeft ze me dit gegeven. Dit moet je zeg maar in de magnetron doen. Gewikkeld in een vochtig handdoek. En dan wordt het lekker warm met zo'n kruik. En ik heb hier gisteren mee geslapen en mijn hele pijn is gewoon weggegaan. Ik heb echt, ja, toen ik het had opgewarmd wel lekker geslapen. Maar ik ben echt 4 of 5 keer wakker geworden om te plassen. Ik ben nu ook verkouden geworden. Mijn weefjeuks. Dus ik ben echt 1000 keer wakker geworden.
Ik zou ook vandaag gaan gymmen, maar omdat het kerst is, het is nog tweede kerstdag, gaat het niet door, ze zijn gesloten. Dus ik ga eventjes lekker uitrusten. Ik weet ook nog niet zo goed of ik wel naar werk ga of niet, want ik voel me echt niet lekker. Nou jongens, kijk wat Pien het heeft gedaan bij de zelf. Pien! Wat doe je allemaal? Hey jongens, het is alweer een nieuwe dag. En ik ga voor het eerst baby shoppen met mijn schoonmoeder. En daar heb ik heel veel zin in, want we keken er al heel lang naar uit om dat samen te doen. Maar ik was al één keer naar de prenatal gegaan voordat we het bekend hadden gemaakt op internet. En toen zag ik onder een TikTok staan van, ja, we zagen er al naar prenatal gaan. Dus ik dacht al van, als ik dit vaak ga doen, dan gaat het zo naar buiten lekken. Dus ik dacht, laat ik gewoon wachten totdat we naar buiten hebben gewacht, zodat we gewoon rustig kunnen shoppen. Maar ik wou het ook even met jullie hebben over mijn traject, want daar waren jullie ook heel erg nieuwsgierig naar. Het is niet dat ik en Daf heel heftig aan het proberen waren om een kind te krijgen. Het is meer dat wij al 4 jaar een relatie hebben en ik heb nog nooit iets van anticonceptie tijdens onze relatie gebruikt. Dus Davinio die zei een keertje tegen mij van, ja, het is best wel raar dat we nu 3 jaar een relatie hebben, maar dat je eigenlijk nog nooit zwanger bent geworden. Of nee, toen hadden we 2 jaar. Toen zei ik, ja, dat klopt. En toen dacht ik van, weet je, ik ga gewoon voor de zekerheid naar de huisarts. Dat als er iets is, dan ben ik al begonnen aan mijn traject. Dan, dat is dan beter dan als we kinderen willen en het lukt niet, dat traject dan nog langer zou duren. Dus ik was naar de huisarts gegaan. Het eerste wat we hebben gedaan is de ijsprong bijgehouden. Dat heb ik 3 maanden gedaan. Omdat ik 3 keer achter elkaar seks had op het moment dat ze zeiden van, oké, nu is het moment om een kind te maken. Wanneer zeg maar mijn ijsprong bijna was. Toen was het 3 keer niet gelukt. En toen dacht ik van, oké, nou best wel gek eigenlijk. Toen ben ik bloed gaan prikken en toen is het naar buiten gekomen dat, dat ik een afwijkende schildklier heb. Je mocht een waarde hebben tussen de 1 en de 4 en mijn waarde van mijn schildklier was 12. Ik kon me ook direct vinden in de symptomen van de schildklier. Dat is heel snel aankomen in kilo's, heel snel moe. En ik ben al lui van mezelf, dus ik dacht van ja, ik kan me hier eigenlijk best wel goed in vinden. Dus want ik zocht ook elke keer een reden, hoe kan het dat ik zo moe ben? En ik heb echt, als ik afval, val ik zo snel af, maar als ik eet, dan kom ik ook zo snel aan. Dus ja, dat is een blessing en een curse. Nou, anyway, het traject van de schildklieronderzoek, dat duurt ook 1 jaar. En ze zeiden van, we kunnen niet verder met je traject voor je kinderwens als wij de schildklier traject gaan doen. Dus toen had ik wel een shock, want ik dacht van ja, ik heb helemaal geen zin om 1 jaar lang een traject te gaan doen voor een schildklier. Dus daarna heb ik nog een keer bloed geprikt. En je waarde mocht dus tussen 1 en 4 zijn. En bij de tweede keer testen was mijn waarde 4. Dus gelukkig nog precies op de waarde. Echt, God heeft me echt geblest gewoon op dat moment. Want anders moest ik 1 jaar lang een traject volgen voor mijn schildklier. Toen zeiden ze van, wil je verder met je traject voor je schildklier? Het hoeft niet. En ze had die zin niet eens afgemaakt en zei nee bedankt. Dus toen konden we weer verder met de ijsprong kijken. En of eigenlijk al goed alles goed is in mijn baarmoeder. Dus toen gingen we door naar de HSG behandeling. Een HSG-behandeling is een röntgenfoto die ze maken van je baarmoeder. En dat doen ze door een vloeistof in je baarmoeder te spuiten. En dat doet gewoon zoveel pijn. Het is niet normaal. De eerste keer dat ik het had gedaan, deden ze een ballon prikken in mijn baarmoeder. Maar die ballon die was losgegaan en ze hadden die vloeistof al gespoten. En dat was dus allemaal voor niks geweest. Dus die HSG-behandeling, ik was ook heel nuchter ingegaan. Ik dacht van ja, ik kijk wel hoe het is. Ik heb geen research gedaan. Het is gewoon menstruatiekramp keer 10. Misschien wel keer 20. Het is niet normaal hoe pijn dat doet. En toen ik hoorde dat het was mislukt, toen was ik echt zo hard aan het janken. Toen een maand erna, want je moet wachten tot je volgende menstruatie. Toen heb ik nog een keer een HSG-behandeling gedaan. Die was wel goed gegaan. En ze zeiden van, de kans dat je zwanger raakt na een HSG-behandeling is best wel hoog. En
na mijn HSG-behandeling ben ik eigenlijk gelijk zwanger geworden. Ze zeiden ook dat als je ooit een SOA hebt gehad, het kan zijn dat van die je eileiders een verstopping is geraakt. Misschien was dat wel de oorzaak bij mij. Dus als je sowieso hetzelfde hebt als ik, laat je sowieso checken bij de huisarts, bij de dokter. Dus dat. En ja, ik was heel blij, want we waren onderweg naar een IVF-behandeling. Als dit zeg maar niet zou lukken. En ik heb eigenlijk nu pas gezien hoe een IVF-behandeling te werk gaat. Want je moet echt maandenlang prikken in je buik. En ik dacht dat het gewoon een celplaatsing was van de spermacel in de eicel. Maar het is dus ook echt een heel lang traject. Dus ik ben blij dat ik dat niet heb hoeven doen. En dat is eigenlijk mijn traject geweest. Ik ben eigenlijk toch wel blij dat het... ik heb er 1,5 jaar over gedaan. En mijn schoonmoeder is al, dus we gaan nu lekker shoppen. We zijn in de pre en we gaan baby shoppen. Met mijn schoonmoeder Vanessa. We gaan shoppen. Kijk, deze kan wel. Deze is van 0 tot 3 maanden. Oh, die is wel schattig. Ja, schattie. Ik heb voor allebei. Het is een beetje moeilijk, want het is nu winter. En ik ben uitgerekt in de zomer. Dus het wordt moeilijk om nu kleren te shoppen. Maar ik dacht, ja, slabbertjes en rompertjes, die kunnen sowieso scoren. Oké, ik ben klaar met shopping. We hadden niet heel veel tijd, omdat mijn schoonmoeder Vanessa, die moest naar... naar de gemeente om paspoort te regelen voor Davinius broertjes. Maar het duurde een beetje lang, dus we hadden nog maar 40 minuten om te shoppen. Maar ik heb best wel een paar leuke dingen gehaald bij de Primark en 2-3 rompertjes bij de Zeeman. Ik had op mijn snap gezet en toen kreeg ik al heel veel berichten van ja, die rompertjes van de Primark die zijn echt niet goed, die rekken snel uit. Dus dat weet ik dan voor de volgende. Ik wou ook nog echt graag naar de Zara gaan en de H&M. Want daar zag ik altijd van die schattige kinderkleding. En het is echt raar, want altijd loop je daar voorbij. En nu moet ik opeens daar gaan kijken. Dus het is echt een brain fart voor me. Maar ik ben nu onderweg naar werk. Daarom konden we niet heel lang shoppen. En ik ga jullie, als ik daar ben, ga ik jullie laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik was dus gisteren mijn vlogs in Suriname aan het terugkijken. Voor de mensen die het niet hebben gezien, het is echt doodlachen. Ja, nu kan ik erom lachen. Davinio had beide voeten gekneusd. Wie doet dat nou? Maar als ik het terugkijk, mis ik het gewoon zo erg. Het eten van mijn oma. Het was zo leuk daar. En ik mis gewoon die culture, weet je. Als het kind geboren wordt en het is een paar maanden oud, dan ben ik wel van plan om terug te gaan naar Su. En met oud en nieuw wil ik ook echt een keertje daar naartoe gaan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben trouwens te vroeg voor op werk, dus ik dacht, ik blijf nog even zitten. Oh, misschien kan ik jullie nu laten zien wat ik heb gehaald. Laten we dat doen. Nee, dat licht is niet mooi. Kijk hoor, dat achterlicht is ook opeens aan. Ja, ik ga jullie nu laten zien wat ik heb gehaald. Hele tas vol. Even mijn tas eruit halen. Nou, dit is allemaal gesponsord door oma. Ik wou betalen, maar het mocht gewoon niet van haar. Dit is echt een heel schattig zacht dekentje. Met sterrenprintjes. We waren wel echt aan het kijken naar iets wat gewoon een beetje unisex is. Omdat we natuurlijk het geslacht nog niet weten. 3 standaard rompertjes. Deze heb ik bij de Zeeman gehad. Een nijntje rompertje. Met een zo'n schattig mutsje erbij. Echt, ik ga janken. Zo schattig is dit. Vroeger kocht ik dit altijd voor mijn zusje. En nu gewoon voor mijn eigen kind. I can't believe it. Deze ook van de Zeeman. Deze wil Vanessa er echt zo graag bij hebben. Een astronautenbeer. Ja, schattig. Ik heb stiekem toch blauw gehaald. Want ja, ik hoop toch dat het een jongetje wordt. En hier 5 longsleeve bodysuits. Het is ook moeilijk om nu te shoppen. Omdat mijn kind die wordt natuurlijk geboren in de zomer. Dus veel shoppen kunnen we nu niet echt. Maar ik wil wel gewoon alvast een paar rompers hebben. Dit zijn ook rompers. En ja, oma moest dit ook heel... Moest en zou deze hebben. Dit zijn Winnie the Pooh handdoekjes. En washandje. En het laatste is een dekentje voor in de, ja, in het babybedje of zo. Maar hij is wel echt heel lekker zacht.
En dit was allemaal bij elkaar van de Primark. Was 50 euro. Dus dat vind ik nog best wel een schappelijke prijs voor dit allemaal. En ik heb ook even een milkshake gehaald. Banaan mango, maar hij is niet heel lekker. Nou, mijn haar is helemaal ontploft. Niet normaal. Nou, het is alweer bijna voorbij, jongens. Het is... Ja, je praat zo door mijn vlog heen. Het is niet normaal. Jij vlogt zo door mijn gesprek heen. Hallo, lieve mensen. Ik zou zeggen, ja, ik werk dus... Ja, je praat gewoon weer door mijn vlog heen. Het is echt niet normaal. Je bent hier op een werkplek. Ja, maar ik wil gewoon heel snel even iets zeggen. Ik wil even zeggen dat jullie elke maandag tot vrijdag... Ik wil even zeggen dat jullie elke maandag tot vrijdag even moeten luisteren naar Funix, want dan hoor je mij op de radio. En dit was alweer de vlog voor vandaag. Vond je deze video leuk? Ja, maak jij even de vlog af. Vond je deze video nou leuk? Dan moet je eventjes sowieso... Kijk, als je nog niet geabonneerd bent, ja, wat heb je dan lopen zitten te doen? Hè? Ja, vind ik ook. Liken, dat is, doe je met het duimpje. Het belletje, heel belangrijk, het belletje. Ja, dan krijg je een... Belletje niet. Dan krijg je, wat gebeurt er dan? Dan krijg je een melding als Vonneke een nieuwe video heeft geüpload. En dan ben je als eerste op de hoogte van die nieuwe video. Nou, het lijkt alsof jij dit dagelijks doet, ja, joh. Ja, ik zei het ook. Dat jij überhaupt weet dat het net belletje bestaat. Net op het dit niet te zorgen. Maar, dat moet je eigenlijk ook doen. Vertel even een vriend, vriendin, familielid van je. Om ook te gaan kijken. Ja, of stuur het door. Dan maken we de familie groter. Stuur het door, delen. En weet je, als je op de snelweg rijdt, even gewoon de raampjes naar beneden. Duurt te lang. Oh, heel hard de Vonneke vlog afspelen, zodat andere mensen denken, hey, wat hoor, hey, oh, dat klinkt leuk hoor. En dan rijden ze zo, nou, allemaal doen. Zeg je nou dat iedereen een ongeluk moet maken op de weg? Nou, jij mag nooit een YouTube kanaal beginnen. Nou. Voor iedereen's eigen veiligheid. Nou, ik vond het leuk dat jullie hebben gekeken. En ik zie jullie bij de volgende vlog, volgende week vrijdag om 6 uur. Zet het in je agenda!